Ja, maar nu eerst The Story of ABBA. En daarvoor gaan we terug in de tijd, naar 1960, het prille begin. Toen Björn en Benny samen Union Songs oprichtten. Maar voor ABBA begon het pas echt goed in 1974, toen Björn, Benny en Agneta en Frida het Euro Songfestival wonnen met het nummer Waterloo. En daarna wonnen ze, of maakten ze, hit na hit en maakten ze platen over de hele wereld. En ook nu heeft ABBA niets aan populariteit verloren. Als je wil weten wat er na deze periode is gebeurd met de leden van ABBA, stuur dan een briefje en een extra gefrankeerde envelop naar Agneta, Benny, Björn, Frida, Fanclub, postbus 3079-4700-GB in Roosendaal. En met ABBA zijn wij aan het einde gekomen van deze avond. Morgen zijn wij ook op TV2 samen met De Tros en Teliak. En dan met onder andere TV Sport, Grieks voor beginners en de speelfilm China Girl. We zijn morgen ook te beluisteren op radio. En dat doen we op Radio 4 en op Radio 5. Hierna is het laatste journaal er nog voor je. Ik neem alvast afscheid. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Goedenavond. Het Nederlandse Rode Kruis vindt dat Nederland ook de naaste familieleden moet opnemen van de 200 Bosnische vluchtelingen die binnenkort hierheen komen.